De beelden waarop Lil Kleine zijn vriendin Jamie Vaas mishandelt, zijn gefilmd door hun eigen bewakingscamera. Ze werden zondag getoond op het Juice-kanaal van Yvonne Coldewijer. Moet dan wel van Jamie of haar entourage Estelle Kruijf en Koen Kardashian komen, aldus Bo van Ervedorens in zijn talkshow. Dat kan haast niet anders. Het kan zijn dat Jamie de beelden aan vrienden heeft gestuurd en het vanuit daarbij Yvonne terecht is gekomen, maar ook dat Jamie haar zelf in vertrouwen heeft genomen, zegt Bo. Dan betekent dat misschien wel dat zij hiermee naar buiten wil komen om er een einde aan te maken, aan die relatie. Of gewoon laten zien hoe hij haar daar mishandelt. Yvonne aan tafel bij Bo, je zou je kunnen voorstellen dat als dit zich vaker voordoet, je een onwijs geheim met je meedraagt. Het is toch de vader van je kind, moet ik nou weggaan of niet? Hiermee wil ik overigens niet bevestigen dat het waar is wat jij net zei, maar het is zo'n conflict natuurlijk. Huiselijk geweld is zo'n ingewikkeld ding. 1 en 1 is 2, aldus Bo. Je kunt bijna niet anders concluderen en ik ben geen Sherlock Holmes dan dat dit uit de entourage komt van Jamie en ze dit niet voor niets naar Yvonne heeft gestuurd, om gewoon naar buiten te brengen van, kijk, dit is wat voor een draak ik ben getrouwd. Yvonne, ik heb vanuit mijn bronnen ook wel vernomen dat het de bedoeling is dat het nu klaar is, maar je weet hoe het gaat met dit soort gevallen van huiselijk geweld. Dat is een heel ingewikkelde dynamiek altijd. Het is toch de vader van je kind, maar ik hoop heel erg dat ze het dit keer echt meent. Hoe denkt Rob Goossens dat Yvonne deze beelden heeft gekregen? Wat ik heb gehoord is dat Jamie Vaas er natuurlijk ook bij kan omdat ze daar woont en dat zij het met vriendinnen heeft gedeeld en dat het via die route bij jou terecht is gekomen. Maar jij weet dus niet via welke route het bij jou terecht is gekomen, vraagt hij Yvonne in RTL Boulevard. Yvonne aan de desk van dat programma, dat weet ik wel, maar dat wil ik niet delen, nee. Privébaas Evert Santegoets denkt dat het een samenwerking tussen Jamie en Yvonne betreft. Ik ga ervan uit dat Jamie ze naar buiten gebracht heeft. Het zijn videobeelden van hun eigen bewakingssysteem, hun eigen CCTV. Dan kunnen die maar op een manier naar buiten gekomen zijn, zegt hij bij Telegraaf TV. Dat is natuurlijk een samenwerking tussen Jamie en het kanaal dat ze naar buiten gebracht heeft. Evert krijgt de naam van Yvonne Coldewijer niet over zijn lippen, Red.